Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik ga Jordi naar school brengen en dan gaan we naar huis. Dat ga ik ook gaan doen. Kind zit er lekker achterin. Ik heb net even gekrapt en dan ga ik rijden. Nou, we hebben nog even naar de bakker gelopen met z'n allen. En toen heb ik even taartje besteld, want Sam is woensdagjarig. Dus de dag dat dit online komt, is Sam jarig. Dan wordt hij 1 jaar. Dus daar heb ik een gliedertaartje voor besteld. En nu zit hij lekker fruitje te eten. En Liam zit daar zijn fruit te eten. Dus Jordi is op school en die doet het daar ook goed. Dus dat gaat allemaal prima. Wat ga ik vandaag doen? Ik heb geen idee. Mijn was is eigenlijk in principe klaar. Vanavond hier stofzuigen en dweilen weer. Dus daar kan ik nou ook niks aan doen. Eten klaarzetten kan ik dadelijk doen. Maar dat doe ik pas wanneer hun op bed liggen. En voor de rest... beetje met de kindjes zijn. Sammy is hier lekker met Joefie aan het kroelen of wat dan ook. Liam die zit in zijn taxi. Wat ga je nou doen, Sam? Joef wil in het zonnetje. Sam ook. Zit het nou zo? Het zit zo. Hey, boekje kijken. Moet iets te doen hebben, hè? Ik heb Jordi opgehaald. Ze zijn lekker chippies aan het eten. Jordi had een beetje buikpijn op schooltje. En is nou Boomba aan het kijken. Even aan het uitpuffen. Ik weet ook wanneer hij zijn botox gaat krijgen. Dat is 17 maart als het goed is. Als het allemaal door blijft gaan. Dus dat is ook fijn. We hebben vandaag ook van alles voor geregeld. Ik ga zo nog even de welzorg bellen. Als die nog open zijn trouwens. Moet ik even kijken. En dan gaan we kijken hoe het allemaal loopt. Ik ben even aan het koken nu. Ik heb een beetje nieuws. Ik zou jullie natuurlijk op de hoogte houden in verband met de welzorg. We hebben nog steeds een verzorgingstafel die geleverd zou moeten worden. Deze is besteld eindelijk. Ik heb vandaag welzorg weer gebeld. Ik heb vorige week de welzorg ook aan de telefoon gehad. En hij is nu besteld. Jippie! Wanneer die binnenkomt, dat weet niemand. Maar zodra die binnen is, wordt er gelijk een afspraak gemaakt om hem te plaatsen. Dus er komt een tafel aan. Jordi kan eindelijk fatsoenlijk dadelijk gespoeld worden, geholpen worden, beschoond worden, alles. Gelukkig. Ik ben even heel gelukkig nu dat het eindelijk geregeld gaat worden. Ik ben ondertussen aan het koken. Wat eten we? Weten kipfilet. Die heb ik allemaal in stukjes gesneden. Bloemkool, aardappels en jus. Dat gaan we eten. Liam die heeft nog steeds een soort van koortsachtig iets. Hij heeft ondertemperatuur voornamelijk. Dus hij is nog steeds... koortsachtige klachten. Met Jordi gaat het in principe gewoon goed. Op zijn buik bijna. Sam die gaat gewoon zijn gangetje. Dus En nou loopt hij rond met een schoen. Heb je je schoen aan? Wil je ook die andere schoen aan dan? Mama die andere schoen pakken?
Nou, dan gaan we dat even doen. Kijk, dit is die andere schoen. Dat is veel te groot voor hem, maar... Kom met mama. Voetje omhoog. Ja, voet omhoog. Voet omhoog. Zo, alsjeblieft. Daar loopt hij hoor. Je zou zo kunnen gaan tapdansen, vriend. Deze schoentjes die zijn van Milo geweest. Die heeft helemaal niet zo heel veel aangehad. Dus ja, als hij ze aanpast. Ze zijn nog iets te groot hoor. Maar ja, dan kent hij er in ieder geval alvast aan wennen. Ik weet ook niet bij wat voor kleren ik ze aan zou moeten doen. Zien we dan wel weer. Het 7:30 nieuws staat aan. Jordi hebben we net geholpen met flink wat poepjes en scheetjes. En Liam en Sam die liggen alle op bed. Wij gaan zo dadelijk even papier uitzoeken voor de Belastingdienst. Gezellig! En dan gaan we nog even opruimen en even stofzuigen dweilen. En dan zijn we weer klaar. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend Jordi al naar schooltje gebracht. Het was even lastig, want we mogen weer naar binnen. En dat is Jordi niet gewend. Dus Jordi die pakte me vast en wilde me niet meer loslaten. Dus dat. Ik ga zo de kindjes eruit geven. Daar is er weer tijd voor. Sammy zit lekker in het zonnetje te spelen. Hi. Hallo. En Liam is daar aan het spelen. Even fruit maken voor ze. En dan gaan we weer verder. Weet ik het wel, we gaan doen. Een tijdje terug heb ik gezegd tegen jullie. Ik heb TikTok aangemaakt. En ik ga er niks mee doen. Maar nu heb ik mensen leren kennen. En die hebben me een beetje geholpen daarmee. En ja, die proberen mij ook op weg te helpen en zo. En als ik vragen heb, kan ik ze daar altijd stellen. Dus ik heb een aantal TikTok filmpjes gemaakt. En die staan daar ook op. Als je me zoekt en je hebt TikTok, ups en down. Gewoon hetzelfde als dit kanaal. Daar kun je me op vinden. En nou is het niet zo dat ik daar alleen maar serieuze filmpjes zal plaatsen. Ik zal daar ook filmpjes plaatsen die je met een hele grote bak zout moet nemen. En gewoon voor de leuk, voor de lol, voor de fun. Neem niet alles persoonlijk wat ik daar op plaats. Dit is gewoon voor de leukigheid. En dat is het eigenlijk. Waarom ik daar ups en downs voor gebruikt heb, is omdat ik daar ook wel content ga maken over Jordi. Hoe het is om een kind met een beperking te hebben. Onder andere voor zijn niersprong, down enzovoorts. Maar ja, sommige dingen moet je gewoon met een hele grote bak zout nemen. Af en toe ook met mijn filmpjes hier op YouTube. Maar hè, die grote bak zout is er nog steeds. En die zal iets meer aanwezig zijn op dat kanaal. Op TikTok. Dus ja, die bak zout die heb je nodig bij TikTok. En die moet je ook gebruiken bij TikTok. Dus ja. Er zullen serieuze filmpjes zijn. Er zullen minder serieuze filmpjes zijn. Maar ja, die bak zout moet je bij de hand hebben in ieder geval. Dus ja. Ga vooral kijken als je TikTok hebt en je hebt behoefte om mij daar ook te vinden. Ga het vooral doen. Leuk, gezellig. Kom in contact met elkaar. Toch? Ja, leuk. En dat was wat ik wou melden. Ik ga nou fruit geven aan de twee van de Bambix-bende. Want die hebben honger. Ik gooi ze daar naar hun nest. Want ze zijn echt vervelend. Vooral hij is vervelend. Hij valt nog wel mee. Vooral hij. Heel vaak zijn broertje duwen. En weet ik het allemaal. Dan heb ik al met hem zitten knuffelen en aandacht gegeven. Alles, hè.
Ja, het is 11:55 en de twee ettertjes liggen al in hun nest. Waarom? Niet omdat ik ze zat was. Ze gaven gewoon echt aan dat ze moe waren. En ja, ik kan ze wel gaan rekken, maar ze wilden ook geen brood eten. Dus ik heb ze allebei maar een fles gegeven. Liam is ook nog niet 100% lekker. Dus ja, ik heb geen zetpil gegeven, want koorts had hij niet. Maar hij heeft gewoon een beetje ja, darmkrampjes om het even in babytaal, kindertaal uit te leggen. Hij heeft dan ook een beetje een, hoe noem je dat? Een buikgriepachtig iets. Tenminste, zoals ik het aan zijn ontlasting zie en blablabla. Nou, ik ga hier nog even opruimen. Dan ga ik even eten. En dan ga ik kijken of ik kan beginnen aan het eten voor straks. Want we eten ragout met rijst. Dus ja, dat is wat de bedoeling is. We zijn er twee wakker, hoera, hoera. En dit is er één zo fijn. Jee, ben je blij? Ben je blij, baby? Morgen ben je alweer één, hè? Dan ben je geen baby meer. Ja. Ja, mama je pakken? En de tweede is ook aan de beurt. Ja, ja. Want, ik heb geen fantasie meer om te zingen, hoor. Hallo, je moet uit bed. We moeten je broer halen. Ja. Ga je mee? Net zo'n ochtendhumeur als hun moeder 's morgens heeft. Ik kan wel zien wie ze gemaakt heeft. We hebben, nadat de kindjes op zijn gestaan, Jordi opgehaald. Jordi heeft zijn drink ook al op. Sam heeft zijn drink al op. En nou is het chippies tijd. Lekker chips eten. En papa pig. Ik probeer een beetje van Boomba af te stappen. Voor Jordi in ieder geval. Sammy is ook lekker chippies aan het eten. En als ze die daar op hebben, dan gaan ze weer lekker spelen. Daar staat hij hoor, onze Bink. Morgen 1 jaar en hij doet dit al. Hij wil gewoon bij zijn grote broer zijn, hè? Net hetzelfde als zijn grote broer doen. Ook kijken. Is leuk hè, met je broertje Jordi? Nee. Jij blijft mooi aan deze kant. Jij blijft mooi aan deze kant. Goed zo. Daar is Liam. Ik heb eventjes met de Bambix bende gedoucht. Het was zo lekker. Liam die hebben we gouden douche in gedaan en er weer uit. Die is normaal altijd degene die het langste doucht. En ik heb daarna nog even lekker met Sam een hele tijd gedoucht. Hij heeft lekker met zijn hoofd zo tegen me aangelegen. Zo, en lekker zitten genieten van alle waterstralen. Daarna is Jordi bij mama de douche in gegaan. Hebben we ook weer wat dingetjes geoefend. En papa heeft ze allemaal aangepakt en omgekleed en pyjama's aangedaan en alles. Dus ja. En dan gaan ze dadelijk lekker een fles krijgen. En dan gaan ze zo in bed. Onze knappe ventjes. Zo, de kindjes hebben we net naar bed gebracht. Ja. Nou ga ik even Sam zijn cadeautje in elkaar zetten voor morgen. Ja, en we gaan nog een slinger ophangen. En een bord. Ja, voor het raam. En dan hier nog opruimen en alles erop en eraan. En dan is eigenlijk onze avond alweer voorbij. Dus bij deze, wat gaan we doen? Deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En bij de volgende ups en down is Sam jarig. Klopt. Bedankt voor het kijken.